Hallo, ik ben Mikael. Vandaag zijn we op het project Week Woeker van PXL Mat. En vandaag ga ik studenten interviewen over wat precies duurzaamheid is. Hallo, ik kom heel even storen. Zou ik een paar vraagjes aan u mogen stellen? Dat mag. Mijn eerste vraag is, wat is uw naam? India. Oké, en wat zijt je nu precies bezig? Wij met ons drieën zijn eigenlijk aan het kijken of wij een ander ontwerp kunnen verzinnen voor voorlijstjes. Want als wij aan een voorlijstje denken, iedereen die heeft hetzelfde beeld in zijn hoofd, denk ik. En we willen eens zien, kan dat niet anders eruit zien, want het is een beetje saai. En we zijn nu even aan het brainstormen van wat heeft een vogel allemaal nodig en wat we dan met het ontwerp kunnen doen. Oké, en hoe valt dat samen met het concept duurzaamheid? Misschien kunt jij daarop antwoorden. We hebben een heel interessante lezing gehad die eigenlijk de stelling nam dat biodiversiteit heel belangrijk is voor duurzaamheid, om het goed te onderhouden. Dus door die huisjes dan te maken, hopen wij dat er meer diertjes zijn en zo de biodiversiteit op peil te houden. Oké, en voor duurzaamheid, wat doen jullie zoal om duurzaam te kunnen leven? Zelf, persoonlijk? Ik ben vegetarisch, probeer ook een beetje veganistisch te leven. Thuis is dat misschien iets anders, maar op kot als ik zelf woon, eet ik bijvoorbeeld geen vlees of zo. Dus daar probeer ik vooral op te letten. En dan gewoon vooral recycleren en sorteren, denk ik, ja. En thuis is dat anders omdat de situatie anders is? Ja, omdat ik met mijn gezin woon, vind ik dat een beetje moeilijker om tegen mijn ouders te zeggen van ik ga iets voor mezelf koken. En het is ook alleen maar in het weekend, maar grotendeels zit ik op mezelf, dus dan doe ik ook vegetarisch koken. En wat eet je dan zoal graag? Wat is een aanrader? Ik ga naar de Chinese winkel. Of bijvoorbeeld gewoon vegetarische kippenreepjes. En dan doe ik daar soms honing of een beetje zoetzure saus bij. Groente veel. En noedels koken. En dat gewoon allemaal onder elkaar mengen is wel een van mijn favoriete gerechten. Oké, en thuis. Je zei dat je toch dan niet echt vegetarisch kunt leven. Maar wat doe je thuis nog om toch minder vlees te eten, ook al gaat uw gezin bijvoorbeeld vlees eten? Goh, zelf eet ik dan bijvoorbeeld gewoon geen vlees mee, terwijl het wel wordt gemaakt. Maar het is niet dat ik hen probeer over te halen of zo om vegetarisch te eten. Maar ik probeer het wel zo aan te moedigen. Dus soms hebben we wel vegetarische snacks thuis of vlees. Dat kunnen ze laten proberen, maar het is niet iets dat constant gebeurt. Oké, ja. Oké. En mocht je nu aan uw ouders willen zeggen van ik wil dat je vegetarisch wordt, hoe zou je zoiets kunnen zeggen? Zouden die dat aanvaarden? Zouden die er tegen zijn? Nee, die zouden er absoluut niet tegen zijn. Mijn mama die zou er sowieso voor openstaan, maar mijn papa is echt een vleeseter. Misschien ook omdat hij Duits is, maar het is echt ja, worst en vlees. Dus ik denk niet echt dat er bij hem eruit te halen is. Dus uw papa is Duits? Ja. Van waar? Het zuiden. Ongeveer Pirmasens, maar mensen gaan die kennen. Is hij daar geboren? Of? Ja. En hoe komt dat hij hier is verhuisd? Ik heb mijn moeder leren kennen, maar dat heeft er totaal niks mee te maken. Maar ja, het is gewoon zo gelopen. Oké. Dank u voor meer te zeggen over duurzaamheid, wat jij daarvan vindt. Ik hoop dat je veel succes hebt met je vogelhuisjes. Dankjewel. Dus dit was het. Ik hoop dat het interessant was en dat jullie meer hebben bijgeleerd. We zien jullie de volgende keer.